In de nacht van donderdag op vrijdag is er op de Jan van Riebeekweg een automobiliste tegen een geparkeerde vrachtwagen aangereden. De automobiliste reed in de richting van de Nieuwpoortweg, verloor halverwege de controle over de auto en ramde de vrachtwagen. De metalen strip doorboorde de auto aan de rechterzijde van de voorruit en krulde in de auto. Het metaal sneed in de hals van de bijrijder die net geen slagaderlijke bloeding opliep. Een tweede passagier liep lichte verwondingen op. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Zij is wel aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs. De auto is inmiddels weggetakeld.